Dit is een dag om nooit te vergeten. Het zal best wel eventjes pijn doen, ja. Ja, dat voel je wel even. Op 8 juli kwam een einde aan het tijdperk van de MD-11 in de Nederlandse luchtvaart. Luchtvaartfanaten en betrokkenen namen op Schiphol afscheid van de allerlaatste McDonnell Douglas MD-11 van Martinair. Fotograaf Andres Bolkenbaas bereidde zich samen met enkele andere liefhebbers op een speciale manier voor op het vertrek van dit karakteristieke toestel. We zijn nu in hangar 32. Achter mij zie je de MD-11 staan van Martinair, de laatste in de vloot. Nou, we zijn bezig met een fotoshoot, dus de zoveelste eigenlijk op rij, om beelden te verzamelen voor een boek wat uitgebracht gaat worden van de MD-11, de Martinair MD-11. Voor de mensen die daar met de machine gewerkt hebben, die erop gevlogen hebben. En natuurlijk voor mensen die ook gewoon geïnteresseerd zijn in het vliegtuig en daar een bepaalde feeling, zeker een liefde mee hebben. De cockpitramen zijn vrij groot, fors, wat het aangezicht van de machine erg mooi maakt. Het geeft een hele stoere look aan de machine. Een heel vertrouwde opdruk, een heel vertrouwde livery die we natuurlijk al heel lang in ons midden hebben gehad. Het rood-wit, het Martin Schreuder, de MD-11 was eigenlijk als een van de eerste vliegtuigen een skimmer to winglet, dus ook naar onderen toe een winglet. En de hoek waarin de vleugels staan. Met de winglet, dus ja, prachtige vorm. De MD-11 is eigenlijk een van de laatste grote vliegtuigen met een staartmotor. Is daardoor helaas ook een heel duur vliegtuig in het verbruik en onderhoud. Dus haar tijd is gekomen. Nou, we hebben een aantal nachtshoots gedaan in het veld, zoals dat heet. We hebben op de runway 27 hebben we een hele nacht de machine neergezet. We hebben sfeerbeelden gemaakt. En gisternacht hebben we datzelfde gedaan op het Uniform platform. Ja, zo 's nachts, het geeft toch een bepaalde sfeer. Het zijn speciale foto's. En dat vinden wij een afscheid van zo'n machine zoals deze. Ja, mag je ook straks in het boek best wel wat speciale foto's verwachten. Ja, behalve de prachtige zon in de rugfoto's, de zijwaarts geschoten. Ja, ik denk dat het mooier is. Ja. Ook andere genodigden konden nog één keer het toestel in de hangar bewonderen. Eén jonge fan bracht een bijzondere ode aan zijn favoriete vliegtuig. Dit is een Lego Martinair MD-11. Ongeveer tegen de 5000, 10.000 gok ik. Lego blokjes zit hierin verwerkt. Dus Martinair is eigenlijk een van mijn favoriete airlines ook. Het is natuurlijk ook zonde dat die nu weggaan. Dus ik vond het wel een mooi idee om een Martinair MD-11 te maken. Ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. Het moeilijkste om te maken, dat was denk ik wel het landingsgestel waar het nu dus op staat. Puur omdat het ding ongeveer tegen de 20 kilo weegt. Allemaal Lego, geen lijm. Dus het was heel moeilijk om het landingsgestel sterk genoeg te maken om het hele gewicht te dragen. Het idee dat ik hier met mijn Lego model kan staan is natuurlijk geweldig. Ik word er zowel echt heel blij van als toch wel een beetje verdrietig. Toen was het zover. De wielen werden gesigneerd, de laatste vluchtpapieren getekend en de oprichter van Martinair, Martin Schreuder, begeleidde zelf het vliegtuig naar de laatste take-off. En natuurlijk ben ik zeer onder de indruk dat nou toch wel de laatste van deze MD-11 weggaat. Het is het feit dat ik de laatste nieuwe zelf teruggevlogen heb uit Los Angeles naar Amsterdam. En dus kwam hij ook hier op het platform. Je kan op een gegeven moment van een auto type houden, maar ik hield dus echt van de MD-11. Ja, dat is correct. Die gaan we nu weg. Nou ja, het vliegtuig gaat haar laatste vlucht maken. Ze gaat eerst naar Miami vracht wegbrengen en vervolgens gaat ze naar de Mojave-woestijn, waar ze ontmanteld wordt. Ja, dat doet wel wat met je als mens zijn. Ja.
Het zal best wel even wennen zijn om straks helemaal geen elfjes meer hier op Schiphol te zien.